Cheerio, cheerio, in Dubbeldam zingen ze zo. Weg met de zorgen en weg met verdriet, we komen er wel op, al zijn we er niet. Precies 50 jaar geleden werd Dubbeldam, het dorp, de gemeente Dordrecht. Wat is er eigenlijk veranderd in die tijd? Alles verandert toch? Nee, ik vind het nog steeds prima hier hoor. Burgemeester Belaerts die zei het zo mooi hè. Dubbeldam is het voortuintje van Dordrecht. Weinig gespit. Ze hebben dat voortuintje een beetje slecht onderhouden altijd, geloof ik. Het is echt nog een dorp tegen een stad aan. Dus heb je de genoeglijkheden van de stad en het rustige van een dorp eigenlijk. Als je aan een echte Dubbeldammer vraagt van je bent een echte Dordtenaar, ja, daar moet je toch iets uitleggen, want dat mag je nooit zeggen. Ja, je voelt er niks van. En je portemonnee wel natuurlijk. Want Dordt was natuurlijk niet zo. Je ging natuurlijk, alles ging je meer betalen natuurlijk. Ik betaalde daar voor zo'n klein tuintje 1,75 precario recht of zoiets. En het wordt dort, weet je wel, het wordt gelijk 17,5 euro. Het is gewoon nog een kern, dus ik denk dat er wezenlijk niet zoveel veranderd is. Nu is het een wijk van Dordrecht. Ja. Nou, dat heb ik nooit zo gevoeld. Wij hebben het nog steeds over Dubbeldam. Wat zegt u? Wij hebben het nog steeds over Dubbeldam. Ja, we hebben het nog steeds over. Het is nog steeds een beetje ons dorp. Ja, want je komt beslist. Ook bekende tegen, als je ja. Ja. En er is een verordening van Dubbeldam, hè? Voor 15 juni moeten al de weilanden, moeten de distels eruit zijn. En houdt Dordrecht zich daar niet aan? Kijk in de Haarlemmerweg. Zijn ze zo hoog. Heeft Dordrecht nog iets goeds gebracht? Het weer in ieder geval niet. Nou.